terug naar alledag. En komen bij het team van Minardi wat bekendgemaakt heeft dat ze doorgaan met Ford motoren. Het wordt een soort semi-works deal. Ze hoeven er niet echt voor te betalen, maar voor alle doorontwikkelingen wel. De heren van Minardi overigens hebben voor deze wedstrijd een nieuwe diffuser achter. Ronde vormen daar. Een klein plat gedeelte aan de buitenzijde. Dit alles om de negatieve trekkracht achter de auto te verminderen. En ook zij hebben een nog langere versie meegenomen van de longwheelbase auto. Hij is nog eens 2 centimeter langer. De bargeboards voor, opvallend daar, breed aan de voorkant, smal aan de achterkant. Dat om de lucht daar langs te gaan versnellen.